economie is heel erg gericht op competitie. En dat kan als je overvloed hebt. En als we, maar dat is niet meer. Er is geen overvloed, dus geen mensen. Er zijn mensen tekort, materialen tekort. Dus je moet veel meer gaan denken van hoe kunnen we dat nou samen oplossen. En Eni is een heel mooi voorbeeld van hoe dat toch echt stimuleert om dingen anders te gaan doen.